De tachtigjarige Maarten van Rossem heeft in een recent interview aangegeven totaal geen idee te hebben wie hem moet opvolgen als eenmansjury in het populaire programma De Slimste Mens. In het NPO-Radio 1-programma De Perstribune liet de historicus weten dat het hem totaal niet interesseert wie zijn opvolger wordt. Hoewel hij beweert onvervangbaar te zijn, gaf hij toch een tip voor zijn opvolger niet met opzet proberen grappig te zijn, omdat dit volgens van Rossem een ziekte op tv is. Eerder dit jaar kondigde Maarten van Rossem en presentator Filip Freeriks aan dat ze na het winterseizoen van 2024 tot 2025 zouden stoppen met de slimste mens. Het huidige seizoen loopt momenteel op tv, gevolgd door nog twee series. Herman van der Zand wordt de nieuwe presentator van het programma. Voordat bekend werd dat Van Rossem zou stoppen, speculeerde hij provocerend dat hij tot zijn honderdste de rol van eenmansjury wilde blijven vervullen. Later gaf hij toe dat hij dit vooral deed om mensen die een hekel aan hem hebben te sarren. Ik vond al die speculaties over ons en het programma maar gezeur, al dus van Rossum. Tot mijn honderdste blijven, dat vond ik wel geestig. In werkelijkheid ga ik dat natuurlijk niet doen.